Ja, we staan vanavond in de Deventer Schouwburg bij Legally Blonde. En tegenover mij zit Joey. Kun jij je even kort voorstellen? Ja, ik ben Joey Schalker. Ik ben op dit moment 25 jaar en speel de rol van Emmett Forrest in Legally Blonde. Ja, dat is het vriendje van, toch? Uiteindelijk wel, ja, dat klopt. Ja, ja en is het je eerste rol of heb je hiervoor al veel meer in het theatergebied gedaan? Niet heel veel meer. Ik heb in Dirty Dancing heb ik de rol van Billy Kostecki gespeeld. De man met de meloenen. En in Als je Kap Love Me Tender heb ik Dennis gespeeld. En dit is de derde productie waar ik in zit. En dan speel ik dus de rol van Emmett. Is het heel erg anders, zeg maar, deze productie dan de vorige? Want de vorige All Shook Top was natuurlijk van Joop van den Ende. Zie je daar nog heel veel verschil in? Nee, er zijn kleine verschillen. Het zijn gewoon allebei professionele producties op grote schaal. Dus daar zit geen echt verschil in. Wel natuurlijk de soort producties waar het om gaat. Weet je, Als je Kap Love Me Tender was een beetje een gek stuk, heel onrustig en er gebeurde heel veel tegelijkertijd en heel veel hoge energie. En Legally Blonde is daarentegen, er zit ook heel veel energie in uiteraard. Maar het zijn wat logischere lijnen en het is iets volwassener stuk zou ik het willen noemen. Oké, en heb jij auditie gedaan voor deze rol? Ja, heb ik auditie voor gedaan, ja. En hoe verliep die auditie precies? Is alweer eventjes terug, maar ik hoorde wel zo. Zenuwachtig? Ik was uiteraard zenuwachtig. Ik ben altijd zenuwachtig voor audities, maar ik vind het ook altijd heel leuk om te doen. Omdat je dan toch dingetjes mag uitproberen en je kan laten zien aan mensen die dit doen voor rollen natuurlijk. Deze audities. Ik hoorde dat Legally Blonde kwam en dat vond ik te gek. Dat wil ik super graag doen. Een superleuke show. Dus ik ging het eerst bekijken, de voorstelling. Wat te vinden is op YouTube van de MTV-versie. Jullie waarschijnlijk wel bekend. En uiteindelijk heb ik me ingeleefd en heb ik de teksten en de nummers van Emmett ingestudeerd. Van wat dan toegestuurd werd aan materiaal. Ja. Dan ga je naar de auditie toe en dan mag je met Kim en Jan mag je een scène gaan spelen en een nummer gaan zingen. Maar heel spannend, maar het was erg leuk. Het was een erg. Erg leuke auditieperiode. Ja, na die auditie natuurlijk repetities en try-outs. Hoe lang zijn jullie daar ongeveer mee bezig geweest met de repetitieperiode? De repetities, totaal hebben we iets van 5 à 6 weken hebben we daarvoor genomen. En daar zit dan ook de opbouwperiode in het theater in. Dus de repeteren in de studio's en repeteren in het theater. De montageweken waarin je de lichtstanden doet en geluid, alles dat soort dingen. En uiteindelijk met try-outs. Ik weet niet meer precies hoe lang we getry-out hebben. Ik denk 2 weken zoiets, denk ik. Ik weet het ook niet helemaal. Anderhalve week zoiets, een try-out. Ja, dat is best wel veel toch? 2 weken wellicht. De première, die is natuurlijk ook al geweest. Ja. Hoe verliep dat? Was je zenuwachtig daarvoor? Want, ook ja, natuurlijk was ik ook zenuwachtig. Maar ik was ook heel erg gedreven. En we hebben een onwijs leuk, positief team hierbij. In de cast, zowel als de cast en creatives en iedereen eromheen. Ook leuke toy-toytjes gekregen, zoals dat heet. Ja, wat leuke dingetjes. Ja, absoluut, ja. Okay. Ja. Ja, deze show is natuurlijk van Albert Vlinde. In hoeverre, en Roel Vente ook uiteraard, hoe zijn hun betrokken bij dit hele geheel? Zie je ze vaak? Ze zijn ontzettend betrokken, ja. Wanneer ze, allebei zijn ze natuurlijk ontzettend druk, maar als ze de gelegenheid hebben, komen ze langs. En ze praten veel met je en over hoe het gaat en wat ze ervan vinden. En ook bij het creatief proces zijn ze regelmatig betrokken. Dus ze ziet ze heel veel en zijn heel erg begaan met de show en met de mensen. Ja, en wat kunnen de mensen zeg maar, van deze show, Legally Blonde, verwachten als ze gaan? Wat zeg jij in een paar woorden? Dat is het. Wat ze kunnen verwachten, ze krijgen een ontzettend mooi verhaal, een meelevend verhaal. Je kan sowieso heel veel lachen. Dit is een heel komisch stuk en er zit heel veel dramatiek en ontwikkeling ook in. Elle maakt ontzettend veel mee. Ze begint op een bepaalde plek in haar leven, maar aan het einde van het stuk is het totaal ergens anders. Ja. En die boog en die lijn kun je als publiek heel mooi meekrijgen. En dat het ontroert ook buiten het feit dat het alleen maar komisch is. En het is ook absoluut voor mannen geschikt, want het wordt vaak roze en bling bling en voor meisjes verwacht. Maar het is een productie die voor iedereen interessant is. Oké, ja, dus ook een beetje, want het gemiddelde theaterpubliek is toch meer vrouw. Ja, maar ik zou het iedere vrouw willen aanraden om lekker haar vriend mee te nemen. Oké, en Legally Blonde, iedereen kent natuurlijk de film. Ja. Is er veel verschil tussen de filmversie en deze musicalversie? Nou, er zijn wel een aantal kleine verschillen, geen hele grote verschillen. De basislijnen zijn precies hetzelfde, maar wat natuurlijk een enorme toevoeging is aan de musical, is dat de muziek erbij komt. En de muziek is prachtig geschreven en er zijn mooie teksten op geschreven. En het is echt een toegevoegde waarde aan het geheel, de muziek. Oké, en heb jij een speciaal ritueel voordat je het podium betreedt? Nee, ik bereid me altijd even voor sowieso door om te kleden en dat soort dingen te doen. Maar ook even een moment voor mezelf te nemen en dan even mijn personage in te leven. Mijn personage, wie ben ik, wie is Emmett Forrest, hoe denkt hij over het leven, over de dingen. Dus het is niet echt een vast ritueel, maar het is ook weer wel. Ja. Niet dat ik
zout over mijn schouders gooien of peper over de grond strooien, bij wijze van spreken. Ja. Maar ja. Oké, en welke rol, als je mag kiezen uit alle rollen, welke rol zou je ooit in de toekomst nog willen spelen? Ik zou heel graag de rol van Gabriel willen spelen in Next to Normal. Dat sowieso. En ik zou Chris in Miss Agoma willen spelen. Dat zou heel tof zijn. Ja, die komt volgend jaar. Die komt is volgend dat jaar. Een kleine hint? Of? Is geen hint, nee, absoluut okay. niet. Nee, hoor. Ik moet nog auditeren ervoor. Maar je weet, er komen allerlei mooie leuke projecten langs waarin mooie uitdagingen liggen. Dus het is altijd lastig te zeggen van welke rol wil je echt nog een keer gaan doen. Maar in ieder geval Gabriel in Next to Normal. Oké, en waar gaan we jou over 10 jaar hopelijk zien? Ik weet het niet. Hopelijk in het theater sowieso. Ja, echt in een hele grote productie, hoofdrol, nog meer doen? Of? Het zou kunnen. Ik hoop het. Ik hoop het. Ik wil sowieso lekker blijven spelen. En hoe mooier en uitdagender de rol, hoe beter, zeg maar. Dus daar streef ik absoluut naar. Maar het zou ook kunnen zijn dat ik een tijdje in Amerika of Engeland dingen ga proberen. Broadway, West End, wil ik echt een keer gedaan hebben. Dus ga ik proberen. Maar ik blijf natuurlijk ook in Nederland terugkomen dan, als dat al zou lukken. En uiteindelijk wil ik denk ook gaan regisseren over een tijdje. Maar dat is over meer dan 10 jaar, denk ik. Ja, dat je iets meer ervaring ook hebt op het gebied van het productionele, denk ik dan? Of? Nou ja, niet productie dus, maar echt de regie. Dus ja, dat heeft ervaring absoluut ook heel veel mee te maken. Oké, nou dan wil ik heel hartelijk danken voor dit interview. Graag gedaan. En heel veel succes vanavond. Dankjewel.